Ongeveer een jaar geleden heb ik gesukkel met slaap. Ik heb achtergekomen, ik is moe. Ik is lusteloos, ik heb niet meer energie. Nie. Mensen, vooral mijn kinders, het gezegd: ik snork. En ik snak naar mijn asem als ik slaap, misschien een middagslaapje gevat het. En toen ontdek ik dat ik slaapapnee het. En die oplossing wat ik toe kry van mijn slaapapnee is toe een CPAP-machine, pijp en een masker. Nou, aanvankelijk het ons als een combinatie baie gesukkel. Ik het gedink dat met mijn baard zal die masker nie seal nie en die masker zal baie lek. Maar dit het nie gebeur nie. Ek het net die masker verstel. Ek het gewoond geraak aan die geluid van de machine die heel aand langs my. En nou slaap ek doeksag. En ik slaap baie lekker en ik is weer vol energie en baie lust vir die dinge om die dag elke dag weer aan te pakken.